is toch hartstikke mooi. Inky, rood, wit, blauw. Oh, dat is zo lekker. Nou, fantastisch. Ja, het is heel lekker. Memphis Boutique Vakantie. Mijn moeder Irma Knol heeft zojuist een duik genomen. Verona. Verona. Welkom bij een nieuwe weekvlog van Irma Knol. En Irma Knol, dat ben ik. En ik ga op vakantie. En als ik op vakantie ga, dan neem ik heel graag mensen mee. Ik ben natuurlijk al op vakantie geweest met de motor, met Gert. Maar ik ga ook elk jaar op vakantie met Shen. En dat is eigenlijk elk jaar een andere bestemming. Vorig jaar is dat niet gelukt. Covid is daar natuurlijk de schuldige aan. Vorig jaar zijn we wel op vakantie geweest naar Italië. Maar dat was niet in de vakantie van Shen. Dus die kon niet mee. Dus dat was heel erg balen, maar dat gaan we nu dubbel en dwars natuurlijk inhalen. Dus we zouden met z'n tweeën, zouden wij lekker op vakantie. Wat gebeurde er toen? Oplossing. Toen... Orkaan. Toen zei deze meneer achter mij, die zei van... Mam, mag ik ook mee op vakantie? Ja, nou je vertelde het heel leuk. Ik dacht, nou ik word een beetje vergeten. Mag ik ook mee? Dus ja, natuurlijk mag je. Ja, je bent ook nog maar bijna 30, dus het is logisch dat je dan automatisch zegt dat je mee wil met je moeder. Ja, dus ik ben hartstikke blij. Nee, maar ik vond het ontzettend leuk, want Milan die zit al tijden in de verbouwing en allerlei dingen en druk en weet ik veel wat. Dus ik zei al van nou, doe nou eens een keer gewoon een beetje rustig aan. En toen zei Milan, oké, mam, ik luister naar je, dan ga ik met je mee op vakantie. Ja, en kijk eens. En kijk eens. Negatief. Negatief. Ja, ik heb het ook weer echt een test gedaan hoor. Maar dit is een sneltest. Even, dubbeltje. Dit is wel grappig, want kijk, ik ben 2 keer gevaccineerd. En ik heb dus een zogenaamd coronapaspoort. Shen is 16 en die heeft een PCR-test gedaan. Heeft hij inmiddels de uitslag van dat hij negatief is, dus dan kunnen we ook gaan. Milan heeft ook een PCR-test gedaan, maar die heeft de uitslag nog niet. En we willen eigenlijk nu weg. Het is 11 uur 's avonds. We gaan 's nachts rijden, maar we kunnen ons de beurt rijden. Dat is wel heel fijn. Milan in het donker, ik in het licht. En toen zei Milan, ja, maar ik heb de uitslag nog niet. Ik wil wel zeker weten dat hij negatief is. Dus die heeft eerst een sneltest gedaan, negatief. En dan krijgt hij natuurlijk al rijdende, krijgt hij natuurlijk ook de officiële test dat hij negatief is. Dus ik heb er enorm veel zin in. Shen, ga er ook mee! En ik heb er ook enorm veel zin in. Heb jij er ook zin in? We zouden eigenlijk met z'n tweeën. Ja, maar ja. Ja, het is wel een beetje lullig hè, dat Milan nu meegaat. Vervelende dingen gebeuren. Ja, maar je moet maar accepteren dat je grote broer meegaat. Ja. Maar we gaan dus naar Italië, maar er zijn nog meer familieleden. Ja, Enzo en Miron. Enzo en Miron, dat dacht ik. Dus die gaan we ook nog zien. Klopt, het wordt een heel familie uitje, dus al even. Ja, dan heb je echt Enzo, Miron, jij en ik. Ja. Dus oftewel, alle kinderen bij elkaar. En dat gebeurt niet zo heel vaak. Natuurlijk wel een paar keer per jaar en ik zie ze natuurlijk allemaal regelmatig. Maar echt Milan, Enzo, Shen en ik bij elkaar. En Miron natuurlijk ook. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Dus ik ben blij. Tenminste, ik hoop maar, want ja, Enzo en Miron kunnen de plannen ook nog wel eens wijzigen op het laatste moment. Maar als het goed is, gaan we ze zien in Italië. Maar we gaan nu op weg, want we moeten nog heel lang in de auto. Ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Jij ook? Echt? Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ook. Waar gaan we naartoe? Het Gardameer. We gaan naar het Gardameer en naar Vakantie Concours. Naar Loek en Kika, en die heb jij nog nooit ontmoet. Klopt. Maar wel heel veel leuke verhalen hoor. Ja, dus je gaat ze ontmoeten. Komt helemaal goed. We gaan. Het is... Hoe laat is het? Shen, hoe laat is het eigenlijk? Shen, the man. Het is 9:50, woensdagochtend, 21 juli. We zijn... Dinsdagavond om, nou volgens mij om 11:45 of zo zijn we vertrokken. Milan is begonnen met rijden. Ik heb het inmiddels overgenomen. Milan lekker door Duitsland een stuk. En ik het grootste gedeelte nu door Zwitserland. Het is fantastisch weer. Het is helemaal niet zo druk. Alleen bij de grote steden, bij Luzern bijvoorbeeld. Bij Basel was het even druk. Maar verder top. En deze parkeerplaats stop ik altijd. We zijn met de motor zijn we hier gestopt. De laatste keer dat we hier waren. En nu dus ook met de auto. Shen the man is er. Milan is er. En... Dit is niet normaal, hè, man. Wat is niet normaal? Is het niet normaal? Dit is niet normaal. Ik zei net tegen Shen. Ik zeg, Shen, ik hoop dat mama stopt bij de mooiste parkeerplek. Dat klopt. Waar ze altijd stopt. Toen sliep jij. Ja, toen sliep jij. Ja, niet dus. Ja, dat zei ik nog. Niet en dus. En godzijdank. Waar staan we nu? Is het nog echt zo... Ja, niet normaal.
Dankjewel, man, voor dit. Oh, jongens, het is weer net alsof je klein bent. Het is fantastisch. Maar met welke auto zijn we eigenlijk? Ga eens aan de kant. Die? Nee. Die is veel mooier. Nee. Oh. Nee, deze. Kijk nou. Deze prachtige Ford Kuga, daar zijn we mee. Hij rijdt hier lekker, want jij rijdt er voor het eerst in. Ja, joh. Als je rijdt 180 in Duitsland natuurlijk. Ja. En je voelt gewoon niet dat je 180 rijdt. Nee, hè? Dat is echt heerlijk. Dat bedoel dat is ik. Een topauto. Nou, vind ik ook. Dat is echt een topauto. Maar goed, maar waarom is dit ook de mooiste parkeerplaats? Daarom. Daarom. De bergen. Met de sneeuw. Bergen. Bergen. Ja, het is Zwitserland natuurlijk ook, hè? En dan gaan we ook nog even naar binnen kijken. Dit is toch een plaatje? Wie gaat er mee naar binnen koffie halen? Gaan we naar de wc. Naar de wc. Koffie? Ga jij mee? Blijf jij hier? Nee, ik heb de sleutels. Dus ik zit in het opgeslot. Jij gaat mee ook? Ja. Heerlijk, hè? Ja. Nou, let's go. We gaan naar binnen. We gaan even naar binnen, maar dan moeten we wel weer het mondkapje op. Hopsieke. Dit is de potgat wegkloppen. Een hele mooie winkeltje. Zeg het maar. Heel mooi hoor. Kijk eens. Hier kun je ook buiten zitten. Laat eens komen. Inmiddels sta ik dus weer buiten. Het is zo mooi hier. Ik ben hier vaker geweest, maar dan hadden we blijkbaar geen tijd om echt helemaal ook naar binnen te gaan en dan weer naar buiten aan de achterkant van de Raststätte. En dan heb je gewoon een brugje, moet je kijken. Hoppatee. Een brug. Kijk eens. Kijk nou toch eens even. Dat is toch hartstikke mooi. Er gaan nog meer mensen, kun je helemaal naar de overkant. En daar staat de auto. Is toch fantastisch? Kijk nou. We zijn heel weinig gestopt. Alleen eigenlijk plaspauze, snel wat drinken en hop weer door. En we zijn aangekomen. Ik heb even de auto neergezet op de parkeerplaats. Daar is de receptie. En dan ga ik me even melden. Even kijken of er iemand is. Hopsiekee. Glamping boutique vakantie. Hallo vlogmensen. Mijn naam is Milan Knol. De knapste zoon van Irma Knol. Mijn moeder Irma Knol heeft zojuist een duik genomen met alles nog aan. Ja, ongelooflijk. Beter dan alles uit. Ja, dat is wel waar. Helemaal op zo'n publiekelijk strand. Want we zijn hier bij het Le Garda. Garda Legel de Lago. Lago di Garda. Yes. Oh ja, wil je zien hoe dat precies ging en hoe ik haar erin duwde of niet? Check de Instagram. Ja. Van Irma Knol. Ja, van een week geleden ongeveer. Ja, Irma Knol Instagram dinges. Of nee, misschien wel van vandaag. Dat kan ook. Nou, we hebben het in ieder geval fantastisch naar onze zin. Ja. En wij hebben lekkere bruschetta al gehad. Hebben jullie niet gezien. Was wel lekker. Fijn dat we dat even niet konden delen met jullie. Ja. Maar wat we wel gaan delen is vanavond een gezellig etentje. Etentje. Ja. Ja, met wie? Met, dat houden we nog even verrassing. Oh, dat en Zoe Miro. En Shen. Ja, Shen. Oh ja, Shen ligt in het huisje te slapen. Ja. Ja, die was heel moe. Maar hij is 16, hij heeft maar 4 uurtjes geslapen. En, 4 uur? Ik denk een uur. Ja, minder. Ja, hij heeft bijna niet geslapen. Ja. Wij hebben gereden met z'n tweeën. Ja. Shen, die is 16, die mag nog niet rijden. Hij is heel jong. Ja. Weinig. Onervaren. Ja. Onervaren met wat? Met slapen. Oh ja. Nee dat niet. Juist nee, niet. Juist niet. Nee. Nee, hij we zijn van plan. We zijn van plan, dat is misschien wel even leuk om te testen. We zijn van plan om deze week dus iedere ochtend om 9 uur op te staan. En om 9:30, uiterlijk 9:30, aan het ontbijt te zitten. Ja. En dan om 10 uur onderweg te zijn. Dat vind ik eigenlijk al best nog wel laat. Ja, op zich is dat laat, maar het is vakantie. Ja, en Shen is 16, die is puber. Dus die... Ja, die wou eigenlijk tot 12 uur wouden slapen, ja, maar dat gaan we niet doen. Nou, inkie pinkie rood en blauw, inkie pinkie blauw. Nou, we zien jullie vanavond bij het eten. Oké, doei doei. Dag. Zoals Milan al heeft aangekondigd bij het Garameer, gaan we eten. En niet alleen Milan en ik, maar ook Shen en ook Miron. Hey. En ook Enzo. Het is een mooie knolpower.
Echte, oftewel de enige echte zoon van mama Knorren. Oh, daar zijn er meningen over verdeeld. Jij zei hetzelfde. Ik zei de knapste. Ah. Oh ja, wie is de knapste? Laat een reactie achter. Is het echt zo? Dat wordt Janet hoor, dat wordt Janet. De slimste. Oh. Hoe is het? Oh. Is het nou over of niet trouwens? Zullen we daar over hebben? Oké, we wachten even op de eten. Wij hebben Havel 5 nooit gered, hè? Dus wat dat betreft. Kijk, hoe dan ook. Waren we bij Havel 5 gekomen? Nee. Kader 5 wel, maar... Nee, theoretisch. Vijf. Milan hadden we de meeste hoop in. Hij had de HAVO-VWO hè, als advies. Maar ja, Milan was ook de eerste. Advies. Maar we doen niet zo vaak wat met advies. Nee, sterker nog, die sla je in de wind. Juist. Ja. Dus, maar ik heb wel afgesproken met Chen dat er één kind is zonder druk die een diploma haalt. Ja, maar wij hebben het hoogste niveau YouTube. Chen, het maakt niet uit welke diploma. MBO niveau 1. Het maakt helemaal niks uit. Ik meen het serieus. Het staat natuurlijk nergens op, maar echt serieus. Jij haalt een diploma. Ja, dat klopt. En welke maakt niet uit? Ja, ook al moet je nu opeens pro Fortnite spelen. Dat vind ik ook prima. Ja. Dat is wat jij zelf wil. Wil jij gelukkig van worden? Gaan we nieuw worden, denk ik. Maar. Kijk, als je maar als insteek hebt, ik haal dit diploma. Maar of je hem haalt of niet. Je ziet er goed uit. Je bent slim. Je doet geen domme dingen, want je hebt nog niet zoveel dingen gedaan die wij deden, of die ik deed. Mooie toekomst voor je. Wat een mooie woorden, Shen. Dat vind ik ook. Geen druk, je hoeft dus geen diploma te halen. Je kan altijd bij ons komen werken. Toch, Milan? Nee. Oké. Dat is druk. Wel bij mij. Cameraman of zo. Of, Is er ook nog iemand die gewoon bij mij luistert? Maar je kan ook mama advies opvolgen, maar je weet, advies doen die altijd wat mee. Dat klopt, dat zit in de familie. Ik vind het ontzettend stil als ik zeg van luistert nog iemand naar mij, dus weet je, ik ben er helemaal klaar mee, ik ga lekker eten, ik vind het goed. Shen, wat heb jij? Granalen! Dode granaal, hoop ik. Oh, maar dat ziet er wel heel mooi uit. Of niet dan? Ja, ik weet niet wat ik kan eten. Dat maakt niet uit. Oh, ik denk dit. Ja, je draait het om en dan trek je het eruit wat je kan eten. Kijk, okay. Ik kan er zo. Oh, die zit al zo los. Kijk eens. Oh, nou deze. Ja, die draait het. Nee, je moet dat ook niet eten. Maar dat vleesgedeelte, zeg maar. Ik heb iets met pennen. Die beelden. Maar ik denk dat het echt ziet uit. Spaghetti. Spaghetti, aglio olio. En Enzo heeft? Ik heb iets. Een biefstuk met pepersaus en patat. Patat. Lekker. Patat. En straks nog een frikandel speciaal bestel. Nee, maar wel patat. En Milan. Ik heb een burger. Punt. Ik heb een burger of ik ben een burger? Ik heb een burger. En je bent ook een burger? En ik ben een burger. Ja. Van Nederland. Lekker man. Ja. En toen ineens was er vuurwerk. Geen idee waarom. Maar het is er wel. Je gaat toch niet zeggen dat ik te laat ben, hè? Nee. Ik wist niet dat we met oud en nieuw hier waren. Ik ook niet. Wat leuk. Nou, gelukkig nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar. Geniaal. Wel mooi. Geen idee waarom, jij? Dat heb ik voor jou geregeld, man. Al wat lief. Shen. Ja. We zijn. In. Verona! En daar ben ik vorig jaar geweest, maar jij nog niet. Ik wil niet, nee. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan Verona bekijken. Dus ik zal af en toe even wat mooie dingetjes laten zien. We gaan genieten. Milan, Enzo en Miron zijn ook mee. Maar ja, Enzo die filmt natuurlijk ook. Dus die laten we gewoon lekker hun ding doen. Af en toe komt er natuurlijk Enzo wel voorbij. En Milan komt natuurlijk voorbij, want Milan die vlogt niet meer dagelijks. Enzo en Miron die gaan natuurlijk ook in Verona. We doen het samen, we gaan apart dingen doen. We gaan ervoor genieten. Ja. En we staan nu al op een heel mooi plekje. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet niet of het een naam heeft, vast wel. Maar het is heel mooi. Steen. Steen. Ja. Steen. Nou, Jen, je bent de gids. Ik ben bij Steen. We zijn bij Stenen. Daar is er nog meer steen. Het is wel een hele mooie klok. Klok. Ja. Mooi, hè? Hoe laat is het nou? 5 over 2. 5? Oh ja, 5. Ja, dacht ik. Nou, 7 over 2, 8 over 2. Zoiets. Wat zo leuk is, zie ik nu ineens, dat heb ik in Nederland nog nooit gezien.
dat je dus bij de parasols, als je op een terras zit, heb je nevel. Kijk, het komt eruit. Dat is lekker, joh. Zo'n nevel over je heen. Nou, ik weet het wel. Als we op het terras gaan zitten, dan gaan we met nevel, hè? Lekker. Zie je dat? Ja, lekker. Met nevel erbij. Phew, Shannon, hoe is het met jou? Goed, het is warm. Oh, wij zitten even, we hebben al geshopt. Ik heb geshopt bij Zara. Zara en Verona. Daar heb ik ook gekeken. Ja, en wat vond je wat leuks? Ja, maar dat was voor de winter. Dus oké, okay. Het is slechts 31 graden, dus ja. Dat gaat niet zo lekker. Nee, ik hè? Denk dat ik mijn sweater wel aan kan. Ja. Ja. Nou, ik heb wel wat leuks gevonden bij een winkel Pimki. Ik ken het niet, volgens mij is het Italiaans dan, blijkbaar of zo. Geen idee. Maar ik dacht, ik heb een paars mondkapje, dan doe ik ook paarse dingen erbij. Kom je vast wel weer een keer tegen op mijn Insta of in mijn vlogs, want dat is een beetje als het iets waarbaar is. Het zijn echt jasjes, Colbert-jasje en een jasje van Katoen. Heel leuk, ik vond het heel leuk. En de rest zit nog in allerlei winkels en zo, hè? Ja. Dus we zijn eigenlijk meer op de shoppingtour dan op de mooie gebouwentour. Maar dat komen de komende dagen ook vast wel langs. Maar ja, als je dan door zo'n straat loopt, de straat zijn sowieso mooi. We zitten nu in de Via Portici. Of denk ik als je het zo dat je het zo uitspreekt. Via Portici, daar. Dit is een straatje. En natuurlijk heb je ook heel veel gelateria. Waar je ijs kan kopen. Dan heb je daar nog. En daar zijn ergens, is ergens de rest. Het voordeel natuurlijk van nu, van deze tijd, is dat je, als je elkaar kwijtraakt, de live locatie doet. We hebben natuurlijk een familie-app, maar daar zit iedereen in, ook mijn ouders. Ja, die zijn niet mee, die zitten nog in Nederland op de camping. Maar dus we hebben even een Italian app aangemaakt. Een app omdat we nu met z'n allen in Italië zitten. Dus een live locatie sturen en dan heb je elkaar zo weer gevonden. En dat vind ik toch echt wel een heel groot voordeel van deze tijd. Maar anders dan moet je zeggen, ik ben daar en daar, hoe laat dit? En dit is zoveel makkelijker. Dus dat zijn echt wel de voordelen van deze tijd. Maar goed, we gaan even een beetje water drinken. Die heb ik nog bij me. En dan sturen we onze live locatie weer. En dan zijn we weer verenigd met z'n allen, Jen. En dat is wel lekker. Toch? Even klopt. Uitrusten. Ja. Vind je het wel leuk? Ja. Hij is een beetje moe. Nee, maar het is toch wel heel leuk hoor. Met iedereen, met alle kinderen, om dan met elkaar wat te doen. En vriendinnen erbij. En ik vind het top. Dus water en weer verder. We gaan weer zitten. En volgens mij film ik alleen als we iets gaan zitten drinken. We hebben weer heel veel geshopt en we gaan even zitten en het is een superleuk straatje weer. Toch? Ja. Ja. En ik heb zin in iets lekkers. Fris bedoel ik. Jij dan? Ik zie alles 4 euro. Rum, vodka, brandy. Dus, En je wil aan de alcohol? Nee, ik drink geen alcohol. Dus ik wil het gewoon even vertellen. Ik weet niet wat ik wil. Ik wil iets met fruit of zo. Kijk hier, centrifuge. Wat wil jij? Ik wil iets te drinken. Oh my god. Dit wordt een enorme leuke vlog zo. We zitten hier water te drinken. We zitten even op het terrasje. Nee, maar het is echt super leuk. Het is leuk. Ja. Kijk wat? Nou. Kijk wat hier staat. Pussy. Pussy. Chardonnay van Pussy. Het is gewoon Pussy juice ofzo. Ik weet niet hoe dat werkt. Dat. Wat is Pussy, man? Ik weet niet. Pussy. Wat is een Pussy? Dat is gewoon een Pussy. Ja, maar hoe bedoel je een Pussy? Wacht even. Pussy juice, met dat het zeg maar... Pussy, dat het zacht is? Pussy. Nee, ik weet het echt niet. Lekker zeg. Jullie hebben dezelfde, hè? Ja, we hebben dezelfde. En dat is de smoothie. Is het eigenlijk wel smoothie? Ja. Een soort van, ja. Digestiva. Kun je heel goed poepen straks. Kun je heel goed poepen straks. Dat is heel fijn. Door de kersen. En wat heb jij? Ik heb Marocchino. Marocchino? Of iets. En wat is dat? Ja, koffie met espresso en dan chocola met melkcreme en cacaopoeder eroverheen. In een hartje, dus ik denk dat ze me leuk vindt. Dat denk ik ook. En ze zei dat het heel zoet was. Zoet, ja. Dus ik ben benieuwd. Miron zag dit net en die zei, oh, dat is zo lekker. Dus... Oh, dat is lekker. Nou, proef. Nu. Oh, dat is zo lekker. Nou, fantastisch. Ja, het is heel lekker. Ja, oké. Okay. Nou, leuk.
Wat heb ik ook weer? Oh ja, antistress. Vertelde dat meisje, een vrouw, jonge vrouw. Ik moet antistress, want met deze op pad, dat is echt alleen maar stress. En toen begon ze te lachen, toen had ze medelijden met mij. Dus heb medelijden met mij, nee hoor. Dit is echt super lekker trouwens. Er zit ananas in en er zit, verder weet ik het niet meer. Ik weet het gewoon niet meer. Ik gewoon antistress, lekker. We gaan toch nog even een kerkje in. Jen is er ook bij. En Ron is ook mee. Even het kerkje in. Kijk eens. Oh. Is wel mooi, hè? Mooi, Jen. Volgens mij is er een festival gaande in Verona. En die gaat volgens mij ook door. Er zijn allemaal hekken, er is veel politie. Zelfs militair heb ik gezien. En als ik het goed zie, dat is toch de arena. Met allemaal zie, politie. Ja, er is echt wel degelijk een festival aan de gang. Ja, allemaal steeds meer mensen met nou ja, pakjes aan dat ze de kaarten verkopen, zeg maar. Ik zag echt iets. Ik zag echt iets, Jen. Zag je echt iets? Ja, ik zag dat het een festival is. Volgens mij begint het vanavond, 22 juli. Stond op dat bord. Dus we gaan even naar de bord. Maar ook steeds drukker. Kijk, wel mooi hoor. Daar is de parkeergarage. Kijk, bij die mooie klok. Daar zijn we begonnen, zijn we nu weer terug. 9 uur 22 tot 25 juli. Titus Bob Matthese, Teatro Stabile di Verona. Dat is dus wat er vandaag is. Nou, vanavond is dus om 9 uur in het Museo Maffeiano Verona Ore. 9 uur. Van 22 juli tot 25 juli. Het is vandaag 22 juli. En dan speelt Titus, dat is Bob Marchese, Teatro Stabile di Verona. Nou, en dat is vandaag. Dus vandaar ook al die drukte en al die dranghekken en veel politie. Nou ja, ik heb al een paar Italiaanse, wat oudere mensen heel erg enthousiast tegen elkaar zitten praten. Iets over teatro en zo. Dat is echt superleuk. Ik ga het natuurlijk niet zien, maar misschien kan ik op YouTube wel iets terugvinden of zo. Echt superleuk. We zijn er echt al uren aan het lopen, aan het shoppen. Al shoppen, echt heel leuk. Het is ontzettend gezellig. We dachten nog een ander winkeltje te vinden, maar kunnen we niet meer terugvinden. Maar dat maakt helemaal niet uit. We hebben echt superleuke dingen gedaan. Bijna iedereen heeft wel wat leuks gekocht. En we gaan langzamerhand weer terug. Oké, je kunt ook in het treintje trouwens. Het treintje. Je kunt dus ook met een treintje door Verona en dan wat je natuurlijk alles laat zien en vertelt. En scheelt wel heel veel lopen, dus dat kun je ook doen. Maar ik vind lopen ook wel fijn. Je trekt een beetje een workout. Maar ook dit is ook superleuk, zo'n treintje. Of als je minder goed te been bent of je hebt kleine kinderen. Nou ja, dan is het natuurlijk een hele leuke manier om Verona te ontdekken. Maar hele leuke dag, echt superleuk. Verona is fantastisch.